Had hem toen een kleine instructie gegeven. Dus het is fysiek niet erg zwaar. Je moet alleen op de nummertjes zetten. Hier voelt zich geroepen. Hier. Dus aangezien dat ik niet veel tijd had, heb ik een en ander op flyertjes gekleefd om wat sleuteltjes te hebben. Ik heb mij laten wijsmaken onlangs dat het een probleem was dat de mensen hier vorige keer voor de deur gestaan hebben. Ja, men had gewoon de sleutel niet bij. Nu dacht ik, ja, waar gaan we dan over hebben? Waarom niet even een filosofische vraag gesteld over sleutels? En ik heb dus enkele verzameld. Oké? Dus nu sleuteltje 1 vraag. Ik heb hier een paar sleutelwoorden opgeschreven. In de filosofie werken we met begrippen. Abstracte. Ja? Als we geen begrip hebben van iets, dan komen we geen stap verder in de filosofie. Dat hebben we dan net gezien als we het hebben over bijvoorbeeld verbondenheid. Als we niet begrijpen wat er juist mee wordt bedoeld, dan kan ons dat in moeilijkheden brengen. Ja? Dus we hebben begrippen nodig, we hebben sleutelsjes nodig. En nu gaat de diemen mijn sleutels gesloten. Dus dan moet ik nog even blijven voortduren op dat sleuteltje begrippen. En dat is niet erg natuurlijk, hè? Als er maar tijdig terugkomt, hè? Ja. Want anders met de lengte, we zijn ook daar wel een andere stelling. Ja, dan wordt mijn sleuteltje teruggekomen. Een sleutel is een middel, is een geeft je toegang tot iets, hè? Sleutel laat je toegang door te dringen. De filosofische vraag die steeds bij mij opkomt als ik mijn fiets bijvoorbeeld moet vastleggen aan de supermarkt of zo. Eerst met de sleutel die er al op zit als je fiets koopt. Hè. Er is een slot op je fiets, maar dat is tegenwoordig niet voldoende. Maar wat zie je dan nog? Je moet die met zo'n zware ketting ook nog eens extra vastmaken, want anders dan is die toch weg. Sleutels als getuigen van barbarij. Een zwaar woord, hè. Wantrouwen, angst. Spijtig genoeg, maar ook gerechtvaardigde angst. Als bescherming tegen de eigen soort. We kunnen de vraag stellen. Na zoveel millennia, zover zegt de beschaving, waarom wij sleutels nodig hebben. Waarom we altijd nog maar meer sleutels nodig hebben. Sleuteltje 3, graag hier. Moet dat heel goed? Ik volg uit wissel. Sleutels om dingen weg te steken, te verbergen. Het slot op de kluis, het nachtkastje, de zwarte boekhouding en ga zo maar verder. Vier. De sleutel die zoek is. Ja, nu heb ik iets heel gevaarlijks. Aan de heren. Overkomt het jullie ook weer steeds als je met een vrouw op stap bent en zo na verloop van tijd, ja, je gaat er dan mee, je hebt de sleutel nodig om binnen te gaan en dan is dat zo van, in Antwerpen noemen ze dat een sacoche, heb je dat al gezien, dat daar allemaal uitkomt, maar de sleutel, dat vindt ze niet. En dan is dat zo van, heb jij de sleutel? Ik? De sleutel? Nee, waarom zou je niet de sleutel hebben? En dat heb ik toch gegeven? Enfin, je kunt daar eens over nadenken, maar mij is het al vaak overkomen. Wie was er trouwens de vorige keer die sleutel kwijt? Als ik de sleutel van de... Weet je dat ondertussen? Ik niet meer weg. Nee. Oké. Okay. Okay. Sleutels in de muziek. Met de solsleutel heb ik nooit een probleem gehad. Met de vastsleutel al iets meer, maar als ze mij in de sleutel van C iets laten lezen, dan is het een regelrechte hand. Er zijn er die een eigen sleutel trouwens hebben bedacht voor de muziek. De autodidacten, die werken zonder sleutel. Vorige week, ik weet niet, sommigen van u luisterden naar het programma van de ambassadeurs van de klassieke muziek. Zegt iemand dat iets? Smiddags op Klara.
Ja, je hebt misschien gehoord, een van de dagen was het Jo Lemaire. Jo Lemaire, bekender dan zichzelf, dat zij niet kan muziek lezen, niet schrijven. Ze heeft er allemaal in haar hoofd. Dus de sleutel. De soulsleutel. Onder alle sleutels, ja. De soulsleutel of de vastsleutel? Nee, haar eigen sleutel. Nummertje 6. Het kasteel als slot. Met de ieder die de sleutel heeft om zijn vrouw op slot te leggen. Maar onlangs heb ik gehoord dat het ook maar een verhaal is. Nee. Ja, en dan iemand die de loper bleek te hebben. Jean, mag ik een kleine opmerking geven? Zeker, wat? In de meeste gevallen was dat niet zomaar gewoon een vrouw, maar was dat de prinses. Ah zo, ja. Dat is ook goed. En die had de feit, een kuis heeft ze allemaal ook met een sleutel. Ja, nu wordt het even ernstiger. Sleuteltje 7. De sleutel tot geluk, aangeprezen in talloze bestsellers waarvan de auteurs de sleutel kennen en jij niet. Ja. Tot het volgende oeuvre wanneer de kassa weer moet rinkelen. Mm-hmm. Sleutel 8. De sleutel als macht, Arjo. Aan de gordel van de kloosterman, Sir Econom, zo van, niet zonder mij, van de zolder tot de wijnkelder. Er zijn sommigen nog naar het pensionaat geweest of zo? Ja. Ja? Nee, die doen zo'n bosschool. Een bosschool. Een bosschool. Ja. De sleutel naar de poorten van geluk. Haha, hier is de vraag weer. Wie was er wel eens een vraag van geluk? Ah, hier heb ik ze. Sleutel naar de poorten van geluk. Maar om de hoek loert het noodlot. Reeds met hun passepartout om in je geluk te breken. Aansluitend nummer 10 is beter misschien dan, maar de deur open te laten en het lot als welkome disgenoot uit te nodigen. Een oefening in koortdansen van op ijzige hoogte. Waar hebben wij dat nog gehoord? Stel dat we de sleutel zouden vinden die ons toegang zou verlenen tot de diepste diepten van ons collectief onbewuste. En daar al die opgestapelde agressie op slot leggen, verbannen naar een soort cordon sanitaire. Die geboorte, of liever nageboorte, van de tragedie afgrendelen. Om van daaruit de poorten voor onszelf te openen naar een nieuwe wereld. Nu, als afsluitertje, heb ik hier nog een vers gevonden. Moet u eerlijk bekennen dat ik het gepikt heb van het internet, waar het allemaal niet goed voor is. En dat is eigenlijk... Ja, het zijn enkele versjes eigenlijk bedoeld. Ik weet niet of er hier nog tortelduifjes tussen zitten. Dat is zo'n periode geweest hier dat er op de haverklap nieuwe tortelduifjes bij kwamen. En als er nog tortelduifjes zijn, die mag dan die vers van mij komen halen. Dat gaat over sleutels. Ieder plekje in mijn hart heeft zijn eigen slot en deur. Herinneringen van vreugde en verdriet, elk moment zijn eigen kleur. Ieder slot zijn eigen sleutel, mijn sleutelbos is groot. Soms geef ik een kopie van één of twee sleutels. De loper hou ik zelf, geef mezelf niet helemaal bloot. Maar voor jou gaan alle deuren open, gewoon omdat ik van je hou. Een kopij van mijn loper leg ik in je hand, mijn overgave, omdat ik je vertrouw. Dankjewel. Aan wie mag ik jou dat geven?